Het is toch niet te verteren dat een hele klasse er nu aankomt. Die krijgen al een ton als ze hun eerste eigen huis kopen. Nou, dan zijn er allerlei fiscale trucs die hier op de Zuidas worden bekokstoofd. Zodat er zoveel mogelijk geld belastingvrij van papa en mama naar zoontje en dochter kunnen. Ja, als je ook maar een vezeltje liberaal in je hebt, dan word je helemaal misselijk bij die gedachte, toch? Mensen moeten werken voor hun geld. Het was tientallen jaren een vergeten idee. Het basisinkomen. Een gegarandeerd geldbedrag van de overheid dat mensen naar eigen inzicht kunnen besteden. Onvoorwaardelijk. Tegenlicht besteedde er veel aandacht aan. En historicus Rutger Bregman schreef er een boek over. Namelijk, het moet anders dan dit. We weten alleen niet hoe. Want ja, we leven in Lui-Lekkerland. Wat voor utopie zouden wij nog moeten? Waar zouden we nog voor moeten strijden? 4 jaar geleden spraken we uitgebreid met Bregman over deze revolutionaire gedachte. What if I told you there's a man in town who wants you to have thousands of dollars in free money? Sindsdien werd het idee wereldwijd weer omarmd. It's time to rethink the radical idea of universal basic income. This is a fully legit guy, and so is the cash. Van Finland tot India, van Canada tot Kenia werden er experimenten begonnen. Staan we aan de vooravond van een definitieve doorbraak van het basisinkomen? Samen met de Tegenlichtredactie selecteerde Bregman tv-fragmenten om te laten zien waar we nu staan met dit baanbrekende idee. A huge percent of the workforce, I thought, you know, 20-30%, where it's sitting there every day thinking, I'm not actually doing anything, I hope nobody figures it out. En daar die tandenborstelteller weg. Hup, weg ermee. Hop. Dit is Tegenlicht. Welkom in de wereld van het burgerschapsdividend. Ik maakte natuurlijk eerst een aflevering met VPRO Tegenlicht in februari, wanneer was dat? 2014. Als het zich echt zo ver doorzet, in de trends zich zoals ze nu zijn, zich doorzetten, dan moet je ergens deze eeuw af van de gedachte dat je moet werken van je geld. Dat klinkt absurd nu. Dat klinkt even absurd als dat ik in de jaren 50 zou hebben gezegd dat alle vrouwen de arbeidsmarkt op zouden moeten gaan. In de eerste plaats moet je gaan nadenken over een basisinkomen. En dat is een hele oude gedachte. Gratis geld. Gratis geld, zou je het kunnen noemen, ja. Ik noemde mijn boek in 2014 notabene Gratis geld voor iedereen. Ja, gelukkig heet hij in het Engels anders. Utopia for Realist. Utopia voor Realisten. Een stuk betere titel. Maar gratis geld voor iedereen, dat is heel dom. Want het is meteen, oh ja, die linkse gekkies die gaan weer geld uitdelen. En wie moet het betalen? Ja, dat zijn de mannen die het, en vrouwen die het echte werk doen. Ja. Ja. Het is, je zet jezelf meteen buiten spel. Als mensen tegen jou zeggen, ja, maar het basisinkomen gaat er nooit komen. Het is onbetaalbaar. Het blijft een utopie. Ik denk dat het precies andersom is. Dus ik denk dat het op langere termijn het bijna onbetaalbaar wordt om geen basisinkomen in te voeren. En de reden is eigenlijk simpel. Als we kijken naar dit soort investeringen, want dat is het eigenlijk, dan kijken we heel vaak alleen naar de kosten. Dan denken we, oh ja, we moeten zoveel geld uitgeven. En dat kunnen we nooit betalen. Maar we hebben inmiddels heel veel wetenschappelijke studies die laten zien dat er hele grote baten zijn van een basisinkomen. De zorgkosten gaan omlaag, kinderen presteren beter op school, de mentale gezondheid die gaat erop vooruit. Als je wat beter naar de geschiedenis van het idee kijkt, dan is het eigenlijk een heel liberaal, of in sommige opzichten zelfs een conservatief idee. Want wat gaan we doen? We gaan een staat krijgen die wellicht groter is in termen van herverdeling. Dus die de ongelijkheid aanpakt en iedereen een kans geeft om wat van het leven te maken. Maar een staat die krimpt in termen van betutteling. Een kleinere staat in termen van paternalisme. Mensen krijgen de vrijheid om hun eigen keuzes te maken. Nou, dat is een klassiek liberaal, ja, bijna rechts argument eigenlijk. Dus ik zeg al, het basisinkomen is durfkapitaal voor de gewone man. Nu is er een kleine groep van mensen in de samenleving die risico's kan nemen. Met een basisinkomen kan iedereen dat doen. En er zijn een aantal studies, bijvoorbeeld een heel belangrijk experiment dat is uitgevoerd in North Carolina met de Eastern Band of Cherokee Indians, waaruit blijkt dat de baten van het basisinkomen groter zijn dan de kosten. Dus het is, in die zin is het letterlijk gratis geld. Het is een investering die zichzelf terugverdient. Stel je eens voor dat je betaald zou krijgen om gewoon jezelf te zijn. Elke 6 maanden geld op de bank. Zou je dan meer genieten van het leven?
Dat was precies wat de Eastern Band of Cherokee Indians 20 jaar geleden besloot te doen. Alle stamleden krijgen 2 keer per jaar een cheque, alleen omdat ze Cherokee zijn. Stel je dat eens voor. De stamleden stopten niet met werken toen ze hun geld kregen. Data van de afgelopen 20 jaar laten zelfs het tegenovergestelde zien. There is a study that's been conducted by Duke University that has covered a span of about 20 years. The findings of the study have demonstrated that the impact of per capita distribution to the Cherokee people has been a positive one. Prior to that, we had very high unemployment, higher instances of alcoholism, poverty, all of which has been greatly diminished by the influx of dollars into our community. Nou, volkomen toevallig opent er een casino en mogen ze van de winst van dat casino, dat wordt uitgekeerd aan de leden van de Eastern Band of Cherokee Indians. Die hebben ineens een basisinkomen. Superveel mensen worden uit de armoede getrokken. En die onderzoekers die realiseren zich van, we hebben gewoon een goudmijn. Dit is echt, heel veel sociologen die likken hier hun vingers bij af. En er zijn ook vreselijk veel wetenschappelijke papers uitgepompt. Het is natuurlijk fascinerend wat er dan gebeurt. En die resultaten zijn ook heel spectaculair. Want je ziet dat de zorgkosten omlaag vliegen. Je ziet dat mensen investeren in hun leven. Dat ouders betere ouders worden. Dat kinderen minder gedragsproblemen krijgen. Zoveel positieve neveneffecten die zo groot zijn dat de kosten zelfs opwegen tegen de baten. Voor mij was het ook een totale eye-opener. Dat er gewoon al sinds de jaren 60 van de vorige eeuw op vrij grote schaal is geëxperimenteerd met dit hele knotsgekke idee. Er zijn weinig mensen die weten dat aan het einde van de jaren 60 bijna alle experts ervan overtuigd waren dat een vorm van het basisinkomen binnenkort zou worden ingevoerd in de VS. Weet je, in de New York Times had je grote brieven die werden geschreven door, ondertekend door 1000 economen van we moeten dit zo snel mogelijk gaan doen. Er zijn hele grote experimenten geweest in de jaren 70, in de tijd van Richard Nixon, die ook wel een fan was van het idee, kunnen we ons nu nauwelijks voorstellen. The present welfare system has to be judged a colossal failure. Our states and cities find themselves sinking in a federal quagmire. En Nixon dacht van, dan ben ik wel de president die geschiedenis gaat schrijven. Niet dat hij dat nou zo goed bestudeerd had of zo. Dat hij zo'n vooruitziend profeet was. Maar hij dacht, gaan we dat doen. En hij kwam er ook heel ver mee. Maar uiteindelijk hebben de democraten zijn plan getorpedeerd omdat ze een hoger basisinkomen wilden. Dus ook echt de ironie van de geschiedenis, die druipt er werkelijk vanaf. I therefore propose that we abolish the present welfare system and that we adopt in its place a new family assistance system. Initially, this new system will cost more than welfare, but unlike welfare, it is designed to correct the condition it deals with and thus to lessen the long-range burden and cost. Ja, moet je voorstellen, dit was volgens Nixon een van de belangrijkste onderdelen van zijn hele politieke programma. En het zou hebben betekend dat meer dan 10 miljoen Amerikanen die working poor waren, zoals je gezegd, dus in armoede leefden, maar wel een baan hadden, dat die zo'n gegarandeerd basisinkomen zouden krijgen. Het zou een revolutionair plan zijn geweest. Ik ken Nixon natuurlijk alleen maar van de Watergate-affaire, als een soort hele enge, afluisterende, machtsbeluste figuur. Ja. Nixon heeft een socialistisch idee, maar hoe zit het dan met die koppeling tussen basisinkomen en socialisme? Ik bedoel, ja, volgens mij is dat dus een denkfout. Het is echt een idee dat voorbij links en rechts gaat. Nixon zegt het op zich wel treffend. Dat de verzorgingsstaat zoals we die nu hebben, die houdt mensen heel vaak vast aan de onderkant. Dus we noemen dat de armoedeval. Wat gebeurt er dan? Je hebt een uitkering. Je denkt, ik wil wel gaan werken, misschien 3-4 dagen per week. Ga je dat doen, verlies je al je toeslagen en hele reutemeteut. Ja, hoe ziet ons systeem van sociale voorzieningen er nou eigenlijk uit? Ja, dat blijkt een enorme rondpompmachine te zijn. Vol met allerlei toeslagen. Help, daar komt er weer één. 80% van de mensen die krijgt een toeslag ergens voor. Ja, dat is natuurlijk helemaal niet logisch. En wat ook niet logisch is, is dat dat natuurlijk fraudegevoelig wordt. En er moet een enorm controleapparaat opgezet worden van tandenborsteltellers. Nou, wat levert het nou eigenlijk op als we dat basisinkomen in Nederland gaan introduceren? Nou, ten eerste kunnen we al die toeslagen en al die rondpompmachines kunnen we uitvegen. Laten we het maar eens even doen. Hup, hier en daar die tandenborstelteller weg. Hup, weg ermee. Hop. En wat dat oplevert? Nou, hebben we gewoon een heel simpel systeem. 1 uitkering, that's it, klaar.
Wat vaak sociaaldemocraten of mensen ter linkerzijde van het politieke spectrum niet goed begrijpen, is dat je, als je het hebt over armoede of werkloosheid, is dat je niet die paternalistische toon moet aanslaan. Dat is vaak mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt vinden dat nog het allerergste. Dat ze worden toegesproken als een soort van zielige sujetten die de hulp nodig hebben van vadertje staat. Nee, ze hebben dat durfkapitaal nodig om risico's te kunnen nemen in hun leven, zodat ze ook kunnen bijdragen. Mensen hunkeren ernaar om een productieve bijdrage te leveren. Dus dat vind ik altijd krachtiger aan bijna de conservatievere of rechtsere argumenten voor zo'n burgerschapsdividend. Is dat het juist niet gaat over de staat die je voor de zoveelste keer gaat uitleggen wat je fout doet in je leven. Nee, de staat geeft je vertrouwen en de middelen om iets te maken van je leven. Misschien moeten we het geen basisinkomen noemen, maar een dividend. Want het is nou eenmaal een feit dat we waanzinnig rijk zijn aan het begin van de 21ste eeuw. We hebben vreselijk veel land, gebouwen, technologieën, kennis. En daar valt rente op te trekken van degenen die daar beschikking toe hebben. Wat nou als we die rente eerlijk gaan verdelen? Dan is dat dat dividend, dan is dat dat durfkapitaal wat we allemaal hebben. Ja, superliberale gedachte. Zijn daar voorbeelden van op de wereld te vinden, van een basisinkomen dividend? Dan moeten we weer naar de VS gaan en dan moeten we weer in een hele conservatieve staat komen dan terecht. In Alaska, daar hebben ze al sinds de jaren 70 het meest succesvolle basisinkomen dat er wereldwijd bestaat. En dat wordt gefinancierd vanuit de olieopbrengsten. Dus wat hebben ze gedaan? Ze zeggen van nou, we willen niet dat vadertje staat het krijgt, want vadertje staat, wij zijn geen socialisten hier. Vadertje staat gaat het allemaal verspillen. Nee, we geven het gewoon terug aan de burgers zelf. Als je er aankomt als politicus, is het voorbij. The philosophy of it is the resources belong to the people, and therefore you should run it like a company. You know, the socialists wanted it because they believed that everything ought to belong to private, and I don't believe that way. I'm kind of fairly right wing. But I do believe that in this case where we were given the oil, that I was now the representative of the owners of that oil. It has worked very well. And it is also a way of dispersing money without welfare. Do you see a link between the dividend and the basic income guarantee idea? The idea of giving unconditional money to citizens in a way that makes them equal? Not I. You know, that's the socialist dream. I'm not a socialist. Ja, dat is fantastisch. Maar het is gewoon de framing die dan anders is in zijn hoofd. Kijk, je moet het zo zien dat het basisinkomen eigenlijk de kroon op het kapitalisme zou zijn. Het kapitalisme gaat over risico's kunnen nemen. Iets nieuws kunnen doen. Een nieuwe baan zoeken, een nieuw bedrijf beginnen. Een slecht huwelijk verlaten, weet je wel. Je wil een beetje vrijheid, je wil een beetje dynamiek. En wat is innovatie anders dan risico's nemen? Heel veel mislukkingen toelaten en dat een paar keer komt iemand met iets briljants. Ja, dit was zo'n briljant plan geweest. Alaska for America. Dit is toch, ik bedoel, je hebt een conservatieve staat die al sinds de jaren 70 zo'n programma heeft dat mega populair is, van links tot rechts daar. En je zegt, oké, we gaan dat gewoon voor de hele VS doen. En we financieren het niet uit belasting op arbeid. Dus we gaan niet de gewone werkende Amerikaan verder uitknijpen, maar we doen het uit belasting op kapitaal. Of vanuit de olieopbrengst of een CO2-belasting, zoiets. Ja, dat is geniaal. En dan doet ze het niet. Ja, je wordt echt helemaal, ze zegt, je wordt helemaal gek van. Dat je denkt van, wat zou er gebeurd zijn als ze wel voor dat plan was gegaan? En wat gebeurt er als mensen eigen keuzes kunnen maken? Ja, dan worden ze creatiever, dus het leidt tot betere innovatie. En het leidt tot hogere arbeidsproductiviteit. Want ja, mensen vinden het leuk om te werken. He? En het is ook nog allerlei zachte baten. Zachte baten klinkt soft, maar zachte baten zijn heel belangrijk. Mensen kunnen mantelzorg gaan bieden. Kunnen andere nuttige dingen met hun vrije tijd gaan doen. He? En wat blijkt, als mensen veel vrije tijd hebben, dan worden ze ook nog gelukkiger. Ja, de zachte baten. Iedereen snapt dat. Zorgen voor je moeder, voor je oma, voor je kind. Maar op het moment dat je dat wil gelijkschakelen aan betaalde arbeid, dan zegt iedereen ho, maar daar kunnen we niet aan beginnen.
Wat ik heel erg vaak heb gemerkt is dat die discussie een beetje stuk loopt. Dat mensen dan rekensommetjes gaan maken op de achterkant van een sigarendoosje. En dan gaan ze denken, oké, wat nou als ik de WW afschaf? En wat nou als ik daar een beetje bezuinig? En dan komen ze soms wel uit en soms niet uit. Maar in essentie gaat het daar volgens mij niet over. Het grote obstakel voor een burgerschapsdividend is niet economisch of technologisch. Maar het is ideologisch. Er moet hier iets veranderen. Als je kijkt naar de opkomst van het liberalisme eind 19e eeuw... je ziet allerlei denkers als John Stuart Mill, Pieter Kort van der Linden in Nederland. Als je hun geschriften gaat lezen, ageren ze de hele tijd tegen de renteniersklasse. Die mensen die, nou ja, wat kopen en dan wordt het meer waard. En dan gaan ze achteroverleunen en dan zeggen ze, ik heb er recht op. Dit is mijn recht. Daar hebben ze niks mee. Ze zeggen van, nee, mensen moeten bloed, zweet en tranen. Ze moeten iets doen. Ze moeten laten zien van, ik draag iets bij aan deze samenleving. Neem bijvoorbeeld de financiële sector. Wat doe je in de financiële sector? Je maakt de schuldenberg zo groot mogelijk. Dus je leent zoveel mogelijk uit aan zoveel mogelijk mensen die daar toe happen. Dan ga je heel veel rentes binnenkrijgen op al die leningen. En op een gegeven moment dan blijkt dat natuurlijk helemaal niet duurzaam te zijn. Dus dan dondert het hele zootje in elkaar. En dan zeg je, oh, sorry. En dan moet vadertje staat naar binnen komen. Dat is de belastingbetaler. En die gaat dan de rommel opruimen. Dan heb jij wel al die rentes binnengekregen, terwijl je niet voor de troep hoeft te betalen. Dat is het klassieke verdienmodel van, laten we zeggen, de speculerende bankier. Heel simpel. Alleen als je dan allerlei moeilijke termen gaat gebruiken als derivaat en renteswap en credit bla bla bla, obligation. Nou ja, het zal wel nuttig zijn. Terwijl in werkelijkheid hebben ze gewoon het klassieke, ouderwetse, Lodewijk de 14e zonnekoning verdienmodel. Die kunnen rentenieren op al het geld, al die kennis die ze hebben. Die kunnen zeggen, ja, als jij in Amsterdam wil wonen bijvoorbeeld, moet je een torenhoge huur betalen. En wat we sinds de jaren 80-90 hebben gezien, is dat steeds meer talent is opgeslokt door Silicon Valley en Wall Street. Nou, wat doe je op Wall Street? Je gaat allerlei ingewikkelde financiële producten bedenken, zodat je andere mensen zoveel mogelijk kan uitzuigen. Niet echt productief. En wat doe je op Silicon Valley? Nou, ik kan misschien de beste het samenvatten door iemand te citeren die tijden bij Facebook heeft gewerkt. En die zei, the best minds of my generation are thinking about how to make people click on ads. Dus wij maken systemen waarin we mensen zoveel mogelijk troep kunnen laten kopen die ze niet nodig hebben om indruk te maken op mensen die ze stom vinden. Ja, het is zo'n gigantische verspilling van talent en we betalen er zelf voor. We leiden die mensen zelf op. Dus we hebben grote scholen in Nederland, dat noemen we dan business school of bla bla bla. Of weet je wel, dan ga je naar universiteit. Dat is in feite de opleiding tot piraat. Dus wij betalen voor onze eigen uitbuiting. Zo zou je het kunnen formuleren. Ja, het is best wel van de pot gerukt als je er zo over nadenkt. Maar ja, het is eigenlijk geen goed mechanisme wat je beschrijft. Maar moeten we dan allemaal in dat complot terechtkomen? Dat we dan allemaal een burgerdividend krijgen? Nou, we zitten nu natuurlijk al in het complot met z'n allen. Laten we eerlijk zijn. Als je nadenkt over bijvoorbeeld de financiële sector, waar we heel graag boos over zijn met z'n allen. Wat zit daar uiteindelijk achter? Onze pensioenfondsen en onze banken die onze huizenprijzen opkrikken. En als we dan boos zijn van, oh, ons rendement is omlaag en er is geen inflatiecorrectie toegepast en het is allemaal niet eerlijk en ik ben boos en ik ga op Henk Krol stemmen. Ja, misschien mag je dan ook niet meer helemaal boos worden over de volgende bail-out door de overheid. Want je bent er wel medeplichtig aan gemaakt op die manier. We zijn allemaal kleine renteniertjes geworden. We zijn allemaal kleine... Of allemaal, laat ik zo zeggen, een groot deel. Nou, minimaal de helft van Nederland, denk ik wel. Nou ja, iedereen die dik in de pensioenfondsen zit en iedereen die een huis heeft gekocht op het juiste moment, ja, die is een forse rentenier. Kijk, het is een beetje... Wij krijgen natuurlijk al maar de kruimeltjes ervan. Maar die kruimeltjes zijn ook wel lekker. Ja, en dat is het, dat is wat het zo ingenieus maakt, natuurlijk. Die kruimels maken mij medeplichtig. Denk het wel, ja. Ja. Ja, ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Als je een huis hebt gekocht 4, 5 jaar geleden, laten we zeggen in Amsterdam of in Utrecht, ja, dan kan je het nu verkopen met een ton, 1,5 ton, misschien zelfs 2 ton winst. Ik bedoel, er staan reportages in de krant over mensen die een appartementje in Amsterdam hebben gekocht en een enorme boerderij hebben gekocht ergens in het Groene Hart. En daar leven als een god in Frankrijk. Hebben ze daarvoor gewerkt? Nee, natuurlijk niet. Is dat rechtvaardig? Nee, natuurlijk is dat niet rechtvaardig. Dat moet je afromen als staat. Maar ja, het is ook wel lekker als het je overkomt.
Neem ook erfenissen. Dus Mark Rutte zei ooit, de erfenisbelasting is de meest onrechtvaardige belasting die er is. Nou, hij heeft in zijn eigen kantoor een portret hangen van minister Pieter Kort van der Linden. De eerste liberale premier. Hangt dus in het torentje. Wat vond Pieter Kort van der Linden er eigenlijk van? Nou, hij en zijn vrienden zeiden, erfbelasting naar 100%. Geen eurotje van je ouders. Werken voor je eigen geld. Het is toch niet te verteren dat een hele klasse er nu aankomt. Die krijgen al een ton als ze hun eerste eigen huis kopen. Nou, dan zijn er allerlei fiscale trucs die hier op de Zuidas worden bekokstoofd. Zodat er zoveel mogelijk geld belastingvrij van papa en mama naar zoontje en dochter kunnen. Ja, als je ook maar een vezeltje liberaal in je hebt, dan word je helemaal misselijk bij die gedachten, toch? Mensen moeten werken voor hun geld. Dus die erfbelasting die moet fors omhoog. Maar er is geen politieke partij in Nederland die dat nog verdedigt. Ik denk dat de gemiddelde VPRO-kijker ook zich in zijn verslikt als de erfbelasting omhoog gaat. Maar dat is het probleem met de gemiddelde VPRO-kijker. Die denkt dat hij heel links is en heel progressief. Maar die vindt het ook wel lekker om te teren. Dat zijn al die krakers die in de jaren 60 nog aan het kraken waren, maar die nu wel lekker wat vastgoed hebben in Utrecht en Amsterdam. Die denken afblijven met de poten. De oude liberale gedachte was, dat moet je afromen. Dus je had ministers eind 19e, begin 20e eeuw in Nederland ook, die zeiden je moet een systeem hebben als de erfpacht. Dan zorgen we ervoor dat als bijvoorbeeld grondprijzen zwaar omhoog gaan door publieke investeringen, omdat wij besluiten om een mooie metro aan te leggen of een mooi park. Weet je, dan hebben mensen niks zelf gedaan, maar dan komt het door het werk van ons allemaal. Ja, dan moet je dat afromen. Dat is niet voor hen. Dat is een heel logisch, eerlijk, liberaal, rechts, gezond idee volgens mij. Nogmaals, je moet werken voor je geld. Maar nu heb je dus die vereniging Eigen Huisklasse. Die denkt, nou, ik wil helemaal niet werken voor mijn geld. Ik wil achteroverleunen. Ik wil gewoon weg met die erfpacht. Is Nederland een soort rentenierstaat geworden? Nou, wel in meerdere mate. Je ziet nu om me heen. Mensen die een huis kunnen kopen, mensen die geen huis kunnen kopen. Wat is de factor? Niet hun salaris. Nee, de factor is of hun ouders een ton mee kunnen geven. Dat bepaalt het. Dus of papa en mama je kunnen helpen. Ja, dat gebeurt in rentenierslanden. En hoe ziet de toekomst van een renteniersland of een renteniers-samenleving eruit? Treurig. Heel treurig. We hebben natuurlijk eerder een moment gehad in onze geschiedenis dat Nederland een natie werd van renteniers. We hadden eerst de Gouden Eeuw gehad, die ons enorm veel welvaart heeft opgeleverd. En toen kwamen we terecht in de 18e eeuw. Toen sloeg de zogenoemde Jan Saliegeest toe, noemde men dat. Dus gewoon, ja, er kwam niet zoveel meer uit, ons land. En we gingen allemaal van die mooie villa's bouwen langs de rivieren van Nederland. Die kan je nu nog steeds bewonderen. Maar het werd niet echt meer productief geïnvesteerd. Staan we aan de vooravond van een nieuwe Jan Sali-overheersing? We zitten er middenin, zou ik zeggen. Mijn idee zou zijn is dat op al die plekken in de samenleving waar je ziet dat mensen gewoon, ja, die gratis rente krijgen, dan moet je zeggen, oké, die rente is er, maar laten we het eerlijk verdelen. En dat kan een van de belangrijkste bronnen van financiering zijn voor dat burgerschapsdividend. Een heel, heel mooi voorbeeld zou een CO2-belasting kunnen zijn. En vervolgens de baten van die CO2-belasting gebruiken om een basisinkomen uit te keren. Dat is het eigenlijk meest elegante systeem. Dus dan heb je de grootste uitdaging van deze tijd, klimaatverandering. Vrijwel alle economen zijn het over eens dat we een CO2-belasting nodig hebben. En dan ga je volgens dat geld wat je daarmee verdient, je gaat niet aan vaderje staat geven. Nee, je doet een lekker rechtse oplossing. Je zegt, nee, we vertrouwen alleen gewone burgers daarmee. Dus dat wordt dat dividend. Dat is volgens mij een van de meest hoopvolle ideeën voor de toekomst. Dividend waar we het over hebben zou een burgerschapsdividend zijn. Dus iedereen die het Nederlands burgerschap heeft, die zou het krijgen. Dat is ook een van die dingen waar ik veel te weinig over na had gedacht in het begin. Maar je moet natuurlijk niet zomaar basisinkomen invoeren. Je moet daar een heel ritueel om creëren. Dus als mensen 18 of 21 zijn, dan ga je met je geliefde, je ouders, je familie, je vrienden, ga je eerste basisinkomen krijgen. En dan is er een ritueel. En dan ga je ten overstaande van alle mensen die je dierbaar zijn, ga je vertellen wat je ermee gaat doen. En waarom jij die verantwoordelijkheid niet gaat beschamen. Waarom er iets moois van gaat maken. Weet je, het kan echt wel een onderdeel zijn van een vrij nationalistisch of patriotisch pakketje. Tenminste, zo zou ik het zien. Het is gewoon het land dat als eerste dat invoert.
Ja, dat zou trots op moeten zijn dat het doet. In Alaska zijn ze er ook trots op dat ze het hebben. Ja. Maar dat is op zich, ja. Word je nou niet, ga je nou niet verketterd worden door de links-intellectuele groegemeente? Dat je voor patriotische pakketten bent in het, ja, in het burgerschap? Nou, weet je wat volgens mij heel veel mensen een beetje zat zijn? Is, ja, wat ik eerder zei, die standaard links versus rechts discussie. En dat je iemand zijn woorden hoort en dan denkt, oh, ik weet al wat eraan gaat komen. Het basisinkomen is een investering met een uitstekend rendement die zichzelf terugverdient. Dus of je nou links of rechts bent, maakt niet zoveel uit. Als je geen hart hebt, dan heb je een portemonnee, toch? Het is gewoon logisch om in dingen te investeren waar je geld voor terugkrijgt. Sowieso, wat een explosie van innovatie en creativiteit zouden we krijgen als iedereen dat beetje durfkapitaal heeft om risico's te nemen in het leven. Je kan zoveel dingen gaan doen die niet meer kunnen. Zoveel mensen leven nu van salaris naar salaris. Terwijl met een basisinkomen kan je zeggen, oké, ik ga die nieuwe baan zoeken. Ik begin een nieuw bedrijf. Ik verhuis naar een andere stad. En ik zeg nee tegen die klootzakken waar ik nu al jaren tegenaan zit te kijken. Nou, en als het gaat over het belang van zinvol werk, dan is wat mij betreft een van de allerbelangrijkste denkers op dit moment de Amerikaanse antropoloog David Graeber. Even kijken. So, you know, when I meet people at parties, I would often say, oh, I'm an anthropologist, what do you do? And people would not want to admit it, you know. And after you get them a little drunk, they'll say, well, you know, actually, I'm the senior East Coast vision manager for this. I don't actually do anything. Yeah, I mean, we write reports and then have meetings and give them to other people who have meetings about the reports. Or they would say, well, I don't really do anything. I have this computer job where I could automate it and, you know, like software could do the whole thing, but don't tell my boss, right? So there's all these people who just personally feel their jobs don't actually do anything. And that's fascinating to me. I mean, because a huge percent of the workforce, I thought, you know, 20-30%, were sitting there every day thinking, I'm not actually doing anything. I hope nobody figures it out. I mean, what does that do to the collective soul? I mean, how could you have dignity in labor if you're Persian? Like, how is it? Especially, you know, you can see how in the Soviet system they're making up jobs to keep everybody working or looking like they're working because they have a full employment ideology. Capitalism is supposed to be the opposite. A private firm should not be hiring people who don't do anything. But, like, it's happening all over the place. In 2013 werd er een essay gepubliceerd van een antropoloog, David Graeber. En hij is volgens mij een van de belangrijkste denkers van onze tijd. Het was echt een briljant essay met de titel On the Phenomenon of, en nu komt een heel wetenschappelijke term, bullshit jobs. En wat hij beschreef in dat essay was een fenomeen wat hij om zich heen zag van mensen die een baan hadden waarvan ze zelf dachten, dus dat is niet wat Graeber zei als antropoloog of zo, of ik als historicus. Nee, mensen zeggen het over hun eigen baan, zeggen van ja, ja. Maakt niet zo heel veel uit als ik maandag niet op kantoor verschijn. Weet je, de wereld wordt daar niet armer, lelijker of bullshit job. Ja. En dus het heel cruciaal in deze definitie is dat mensen het zelf zeggen. En hij was de eerste die hypothese lanceerde. Nou, we hebben economen. Universiteit van Rotterdam, Robert Duur en Max van Lent. Die hebben dat getest. Dus ze hebben een hele grote dataset waarin mensen gevraagd werden van, vind je je baan nou eigenlijk nuttig, ja of nee? Nou, ze hebben een iets andere term. Socially useless jobs, noemen we het dan. En dan blijkt inderdaad dat de intuïtie van Graeber die klopt op vrij grote schaal. Dus we hebben het hier over wereldwijd 8%, of het is dan 47 landen, 8% van de werkers die is er zeker van mijn eigen baan is nutteloos. En 17% twijfelt aan het nut. Dus dan kom je inderdaad ongeveer opgeteld op een kwart van de beroepsbevolking die serieus twijfelt aan het nut van het werk. Nou, dan kan je ook kijken van, wat zijn die mensen dan? Nou, er zitten hele leuke tabelletjes achterin, dan kan je kijken. Nou, het zijn in ieder geval geen brandweermannen, dat is 0%. Politiemannen ook niet, 0%. Die brandweermannen dominees, en, 0%. En politiemannen en dominees, die vinden hun werk heel erg nuttig. Ja, die vinden dat heel nuttig. Bibliothecarissen zijn er ook van overtuigd van het belangrijk werk. Maar ja, als je dan gaat kijken naar het andere tabelletje, het zijn wel een beetje de usual suspects. Sales, marketing en public relation professionals, 21% nutteloos werk. Finance managers, 15,1%. En dit zijn dus alleen al de mensen die het expliciet van zichzelf zeggen. Ik bedoel, er zal toch ook nog een groep mensen zijn die misschien niet heel nuttig werk doet, maar zichzelf er wel van overtuigd heeft dat het nuttig werk is. Dus ze zijn een soort van terechtgekomen in een imago-economie of een bullshit-economie, waarin iedereen maar aan het roeptoeteren is over hoe geweldig het is wat ze doen. Terwijl we kunnen daar ook gewoon mee nokken en iets leuks gaan doen met ons leven.
Dus reclame, ik heb daar verreweg het meeste reacties op gekregen vanuit de reclameindustrie. Van toen ik hierover begon te schrijven. Van heel veel mensen die mij mailden en die zeiden van ja, dit herken ik wel. Stel, je bent een jonge onderzoeksjournalist. Nou, daar valt natuurlijk geen droog brood mee te verdienen. Dus wat ga je doen? Je wil je huur betalen. Je gaat reclame maken voor bedrijven die je haat. Bij Follow the Money, het onderzoeksjournalistieke platform, noemen ze dat altijd hoernalistiek. Nou, dan heb je geld verdiend en vervolgens ga je dat geld gebruiken om onderzoeksjournalistiek te bedrijven naar precies die bedrijven die je zo haat. Dus je zou dit de cirkel van bullshit kunnen noemen. En dat gebeurt op heel veel vlakken. Dus laten we zeggen ook de bedrijfsadvocaat die eigenlijk denkt, wat zit ik dagelijks nog om klootzakken te verdedigen. Die denkt dan op een gegeven moment van ja, kan ik niet een paar asielzoekers gaan helpen? Kan ik daar niet voor gaan procederen? Dus dan ga je elke keer het geld dat je verdient met bullshit ga je gebruiken om de dingen te doen die echt nuttig zijn. Het is weer de hele wereld die staat op zijn kop. En waar ik heel vaak aan moet denken is een fenomeen dat in de psychologie ook wel pluralistische onwetendheid wordt genoemd. Dus waar hebben we het dan over? Iedereen kent het wel. Je loopt door, laten we zeggen, een winkelcentrum of zo met z'n vieren of z'n vijven. En je loopt door. En op een gegeven moment vraagt iemand, waar lopen we eigenlijk naartoe? En dan blijkt niemand een idee te hebben. Iedereen ook dacht dat jij dat wist. Nou, als ik naar die hele bullshit job-economie kijk, dan is dat eigenlijk op gigantische schaal aan het gebeuren. Dus mensen zitten in vergaderingen de zoveelste en er wordt weer een of ander paper besproken over co-creatie in de netwerksamenleving. En iedereen denkt van ja, het zal wel nuttig zijn of zo. Ja, wat je feitelijk aan het doen bent, is je geeft heel erg veel geld om je grootste talenten op te leiden. Dat kost, nou, die gaan naar de beste universiteiten. En die rollen vervolgens in een baan waarin ze helemaal niets toevoegen. En waarin ze zich afvragen van, wat ben ik eigenlijk in vredesnaam aan het doen met mijn leven? En die crashen dan en die krijgen dan een burn-out. En die gaan dan vanaf een 40ste of een 50ste gaan ze, nou, de rest van hun leven ga ik schilderen. Dat is een best wel absurd systeem natuurlijk. Je zou zeggen van, waarom nokken we daar niet mee? En laten we mensen meteen doen waar ze echt van dromen en waar ze echt zin in hebben. Ja, maar als iedereen gaat schilderen, dan komt er van de economie niks meer terecht. Dan kan dat... Maar wat is de economie? Wat bedoel je met de economie? De economie is het systeem wat genoeg baten creëert dat we... Ja, allemaal... en wat zijn baten? Dus kijk, als het waar is dat pak een beet een kwart van de Nederlandse beroepsbevolking nutteloos werk doet. En ik denk dat het waar is, want mensen zeggen het zelf. En wie zijn nou de grootste experts als het over een baan gaat? Mensen zelf, toch? Dus als dat waar is, dan kunnen we de werkweek met zo een vijfde inkorten. Zonder dat we ook maar iets armer worden in reële zin. En dit is echt een gigantisch fenomeen als je hierover nadenkt. Ik bedoel, wij maken ons in Nederland vaak druk over de werkloosheid. Tijdens de crisis liep dat op naar 7-8%. Dat was het debat voortdurend in de Tweede Kamer. Wat moeten we doen met de werkloosheid? Terwijl we hebben een veel grotere werkloosheid. Van een kwart van de beroepsbevolking die serieus twijfelt aan het nut van zijn of haar baan. Ik bedoel, dat is nogal wat. En dat zijn mensen die veel meer kosten voor de rest van de samenleving dan de mensen die de WW of een bijstandsuitkering hebben. Ik bedoel, die salarissen zijn veel hoger van mensen die in de bullshit job zitten. Dus je hebt het over een gigantische klasse die verzorgd moet worden door de rest van de samenleving. Het hele beeld kantelt eigenlijk. Want we leven in een wereld die je zou het een omgekeerde verzorgingsstaat kunnen noemen. Dus de mensen in de bullshit jobs, die worden ondersteund door de leraren, de vuilnismannen, de verplegers, de bibliothecarissen. Al die mensen die dat nuttige werk doen. En dat is niet echt het beeld wat van links tot rechts wordt verteld in Den Haag. Deze gaat het goed doen bij het VPRO-publiek. Neem een land als Japan. Een van de rijkste, beschaafdste landen ter wereld. Land met de meeste robots per hoofd van de bevolking wereldwijd. Dat het de laagste werkloosheid heeft. Je zou verwachten als al die robots al die banen in komen pikken, dan zouden ze in Japan een massa-werkloosheid moeten hebben. Tegendeel is waar. Ik was in Japan voor de publicatie van mijn boek. Ik gaf daar interviews. Nou, normaal, wat doe je met een interview? Er is iemand die je interviewt. Er is een cameraman. Er is een geluidsman. Nou, in Japan zat er gerust 15 mensen zaten er nog bij die allemaal aantekeningen aan het maken waren. En allemaal net aan het doen waren alsof ze nuttig waren. Kapitalisme heeft een fenomenaal vermogen om nieuwe bullshit jobs uit te vinden. Daar is het kapitalisme heel goed in. Blijft gewoon allerlei banen verzinnen. Ook als ze totaal niet nodig zijn, maakt niet uit. Theoretisch is het mogelijk dat we op een gegeven moment in een economie leven met z'n allen, waarin iedereen volkomen zinloos werk doet. We allemaal eigenlijk in een soort van gevangenis die we een kantoor noemen zitten we dan. En dan zitten we een beetje e-mailtjes te tikken naar elkaar. Terwijl in werkelijkheid, kunnen we ook ermee nokken.
っとあの限られた業界の人だけだと思ってたんですね。広告デザイン、あのメディアですとか、外から見ててもこの業界は忙しそうだなっていう業界の人たちだけがそういう状況にあるかと思ったら、割とありとあらゆる職業で、世の中そんなに過労状態で働いてる人がいるのかって、そっちに驚きました。当時は残業90時間から100時間をこなし、毎晩走って終電に飛び乗っていた。でも人気のない地下鉄の駅で気づいた。一歩、たった一歩、それだけで明日は会社に行かなくていい。Heb je wel eens het gevoel dat je jezelf doodwerkt? In Japan heeft dat verschijnsel een naam, karoshi. Maar is het ook een taboe? Dus spreekt bijna niemand er openlijk over. Toen Kona Shiomachi anoniem een manga postte op Twitter met de naam Stop met werken voor je sterft, ging die al snel viraal. Zo kon するうちに、長時間労働は思考力を奪い、視界を暗くし、傷になって痛み続ける。両側を崖に挟まれた細い道を歩いているとします。でも、何も見えない、聞こえない、もう歩けない。でも、進まなきゃ。In Japan kan je vooral goed zien hoe absurd het kan worden. Dus het slaat natuurlijk helemaal nergens op als je erover nadenkt. Het is helemaal niet efficiënt om 80, 90, 100 uur per week te werken. Henry Ford was al een van de eerste die in de jaren 20 van de vorige eeuw zei: wacht, als ik mijn werknemers in plaats van 60 uur, 40 uur per week laat werken, zijn ze minder moe, zijn ze uiteindelijk productiever, verdien ik meer geld. Dus het heeft niks met efficiëntie te maken. En als we dan uit de metro kwamen en de metro had 2 minuten vertraging, dan werden de briefjes uitgedeeld van als bewijs dat de metro 2 minuten vertraging had, zodat je dat kan laten zien aan je werkgever. Ja, het lag niet aan mij. Dat gebeurt nog in Japan? Ja. Oh mijn god. Nee. Maar goed, het is makkelijk om er te lachen, maar we zijn die kant natuurlijk op aan het gaan, stapje voor stapje. Het is niet ondenkbaar dat... Dat we dat in Nederland ook gaan krijgen? Nee. Als je gewoon de ideologie van werk steeds extremer maakt. En die is, hoewel het gelukkig veel minder erg is in Nederland, is het natuurlijk ook hier aan de gang. Ik bedoel, hoeveel mensen zitten er niet om 4 uur of 5 uur 's middags op kantoor, terwijl ze denken van ja, er komt even niks meer uit me nu. Ik kan beter nu naar huis gaan. Maar dan kijken ze om zich heen en denken ze, ja, dan ben ik wel de eerste die gaat. Dat durf ik niet. Dus als je het na gaat denken over die verspilling, zoveel uren nutteloos werk, puur omdat we niet durven te zeggen tegen elkaar van, het gaat nergens meer over, laten we ermee nokken. I think that the only way to shift this is we really need to move toward a new idea of what is valuable in labor. During Occupy Wall Street, we had this webpage called the We Are the 99%, where people could talk about their life situation and why they supported the occupations. You know, 80% of them were women, and even the men were almost always in caring professions. They were, or they were teachers, or they were, you know, just doing social work of some kind, or they were in medicine. But they all had the same complaint. I want to do a job which actually where I care for other people and benefit them in some way. But if you want to do that, they'll pay you so little that you're in such debt you can't take care of your own family. So I almost thought of this movement as the revolt of the caring classes. So I think we are at the brink of a reformulation of what work is and what is valuable about it that could really lead to a reformulation of how we organize everything. Het verhaal dat wij altijd vertellen is dat aan de bovenkant zitten de mensen die het geld verdienen. Dat zijn de sterke schouders die de zwaarste lasten dragen. En rechts zegt dan van ja, luister, het zijn hartstikke productieve mensen. Je moet je een beetje de ruimte geven. Niet te veel belasting laten betalen en dan komt het goed. Wat links dan zegt is van ja, oké, dat is misschien wel zo, maar het is toch niet helemaal eerlijk. En we moeten ook solidair zijn met die onderklasse. En laten we ze gewoon die belasting ietsje hoger doen. Dat is toch beter. Dat is het, wat we noemen het politieke debat zo'n beetje. Maar de aanname is daar hetzelfde, namelijk dat de welvaart van het boven komt. Dat daar de welvaart geproduceerd wordt. Terwijl als je kijkt naar de reële economie, de mensen waar we echt afhankelijk van zijn. Zeg maar de mensen dat als zij gaan staken dat wij in de shit zitten. Ja, dan is dat juist eerder wat we normaliter meer de onderklasse of de lagere middenklasse noemen. De leraar, de vuilnisman, de verplegers, de schoonmakers. Als die stoppen, dan zijn we echt in de shit. Dus
Zij zijn in werkelijkheid de sterkste schouders die de zwaarste lasten dragen. En waar ik voor pleit, is dat we naar een economie toe bewegen waarin zij ook, bijvoorbeeld door een basisinkomen, uiteindelijk meer onderhandelingsmacht krijgen, hogere lonen krijgen, waardoor zij ook meer belasting moeten gaan betalen. En dat dan duidelijk wordt van wie is er nou eigenlijk solidair met wie? Mijn beeld van een gezonde, beschaafde samenleving ziet er als volgt uit. Je geeft iedereen recht op hoge kwaliteit publiek onderwijs, een hoge kwaliteit zorg, en je geeft ze een vloer om op te staan. En die is onvoorwaardelijk. Die moet er altijd zijn. Die hoef je niet af te dwingen door allerlei formulieren in te vullen of jezelf te vernederen aan de balie van de sociale dienst. Dat hoeft niet. Dat is gewoon een recht, dat is geen gunst. Ja, maar jij bent ervan overtuigd dat er vermogen genoeg is om zoiets te financieren. Nou, het feit dat nu pak een beet 20-25% van de Nederlanders zegt, mijn baan voegt niks toe, dat betekent dus dat we zo rijk zijn dat we die mensen kunnen onderhouden. Ik bedoel, dat is waanzinnig. Tel dat bij de gewone werkloosheid op, dan heb je dus over 30% van de Nederlanders, ja, die niet productief bijdraagt in die zin. Dus ja, wij kunnen dat blijkbaar. Zo rijk zijn we al, zo innovatief en sterk zijn we als samenleving, dat we ons zo ongelooflijk veel bullshit kunnen permitteren. En naarmate we rijker worden, naarmate onze computers beter worden, onze robots slimmer, gewoon ons hele maatschappelijke systeem beter wordt, kunnen we ons nog meer bullshit permitteren. Dus dat suggereert al dat we naar een hele andere samenleving kunnen gaan. Wie zijn de tegenstanders van een burgerdividend of basisinkomen? De grootste tegenstanders altijd, als het gaat over ideeën als een burgerschapsdividend, dat zijn natuurlijk de machthebbers. Zo simpel is het. Als jij nu lekker renteniert, dan heb je niet zoveel zin om die rente te gaan delen met andere mensen. En dan zal je zeggen, ja luister, kijk, je kan mij dat wel geven. Dat is prima, ik kom uit een goed geslacht. Maar je kan natuurlijk niet zomaar alle mensen kan je zomaar rente geven. Dan gaan ze dat verspillen, dat is levensgevaarlijk. Dat is een beetje wat koning Lodewijk zei in de 17e eeuw. Die zei, van, je kan natuurlijk niet het plebs zomaar een burgerschapsdividend geven. Dat werkt natuurlijk niet. Dus het idee dat de meeste mensen niet deugen, dat de meeste mensen fundamenteel verdorven zijn, is een van de oudste ideeën in de westerse geschiedenis. Gaat terug tot op de oude Grieken. En het is altijd in het belang van de machthebbers geweest. Zodat wij elkaar niet vertrouwen. Want als wij elkaar niet vertrouwen, ja, dan hebben we die machthebbers nodig om ons te controleren. Ja, en dan hebben wij die bazen over het geld nodig. Die, voilà, voilà. Dus het is een revolutionair idee. Als je zegt, wacht, misschien zijn de meeste mensen wel sympathiek. Misschien willen de meeste mensen iets van hun leven maken. Misschien deugen de meeste mensen wel gewoon. Als je dat echt doordenkt, die gedachte, dan kan je je hele samenleving totaal anders inrichten. Thank you for watching. For more on this subject, take a look at the playlist. You can also watch this recommended video. Don't forget to subscribe to our channel and we'll keep you updated on our documentaries.